Geef ik thans het woord aan de heer procureur fiscaal. Meneer de president, edelgrootachtbare heren. Indien latere historici zich enigszins mochten willen verdiepen in de bijzonderheden van het werk dat wij hier verrichten, dan verwacht ik dat zij twee processen als hoofdmoment zullen zien. Dat tegen Mussert en dat tegen Rauter. In de ogen van ons volk, thans, zijn dat stellig de hoofdmomenten. Omdat Mussert personificeerde het landverraad en Rauter, meer dan zij zijn kwaad, den vijand. Hij heeft zakelijk bezien wat hij, gegeven de omstandigheden in Nederland, daar nodig achtte. Hierin heeft hij dan ook geoordeeld en gehandeld met al het fanatisme van zijn militante geest. Zoals hij het gedaan heeft hij het gewild, volledig en zonder reserve, goed of kwaad, rechtvaardig of onrechtvaardig, internationaal recht of geen internationaal recht. Rauter heeft, vanaf de dominerende plaats die hij innam en die overeenstemde met die van Himmler in Duitsland, in Himmlers geest, door zijn voorbeeld en leiding, die onmenselijke menselijke machine opgezweept en bezield. Al dus bezien mag men in hem wel de boze genius van de bezettende macht in Nederland zien. Zijn daden waren misdaden tegen normen die boven landen en volken uitgelden als kostbare tanden onze christelijke beschaving. Edelgrootachtbare heren, wil bedenken dat gij hier zit niet om te oordelen als Nederlanders over een vijand, maar omdat aan u als rechtsprekend college de handhaving der supranationale rechtsorde werd toevertrouwd. Veroordeelt daarom deze verdachte voor de ontstellende misdaden die hij bedreef tegen de supranationale rechtsorde, terwijl hij, om haar onbekommerd, als Duitser, naar Duitse methoden, de Duitse oorlogvoering diende. Voor hem past slechts de doodstraf. Aldus rechtdoende staat het u als Nederlanders tevens vrij voldoening te voelen dat gij recht kunt doen aan hen die in de strijd van bezet Nederland streden, leden en vielen, in de mate waarin de aardse justitie dit doen kan.